Tovertafelspellen zijn speciaal ontworpen met en voor mensen met dementie. De snelheid van de projecties en de mate van cognitieve uitdaging is hierop afgestemd. We vragen begeleiders om spelers eerst zelf te laten spelen met de projecties, want de spellen nodigen uit om intuïtief te gaan spelen. Spelers die niet uit zichzelf meedoen, kunnen worden aangemoedigd door de focus naar de tafel te brengen. Benoem wat je ziet en wijs de elementen binnen het gezichtsveld van een speler aan. Probeer, ondanks misschien je eigen enthousiasme, de spelers de ruimte en vooral de tijd te geven. Spelers hoeven niet altijd heel actief fysiek deel te nemen. De kleinste hand- of vingerbeweging wordt al gedetecteerd door de tovertafel. Voor sommige spelers is het al voldoende om mee te kijken en te genieten of herinneringen op te halen op basis van wat hij of zij ziet. Geef spelers de ruimte om te reageren op hun eigen manier. Om het spelen uitdagender te maken, kun je vragen stellen zoals: hoeveel bloemen ziet u op tafel? Of wat is jullie lievelingsbloem? Je zult versteld staan van de verhalen die soms loskomen.